Yo, welkom bij deel 3. Volgende bladzijde. De matrozen verzamelen zich aan dek om het eiland eens goed te bekijken. Volgende bladzijde. Vlak voor het eiland wordt het anker uitgegooid. Het eiland ziet er erg stil uit. Zou er wel iemand wonen? Volgende bladzijde. De roeiboten liggen in het water om naar het eiland te varen. De matrozen zitten al klaar. De roeiboten liggen in het water om naar het eiland te varen. De matrozen zitten al klaar. Je moet ervoor zorgen dat er op de maat wordt geroeid. Kijk, Bas geeft met een grote trom de maat aan. Klik met je muis op de trom op de eerste tel van de muziek. Kijk, zo. Boom. 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 Hebben jullie het ritme te pakken? Oké, daar gaan we. Geen klikken maar. Je hoeft niet eens op de maat te klikken, je gewoon krijgt klikken. Klik, 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 klik. Zie het eiland. Gedaan. Dat was makkelijk. Heel makkelijk. Vanaf het eiland houden donkere ogen de matrozen in de gaten. De bootjes worden de kant opgesleept en de bemanning stapt uit. Bas, Oom Bob en Kraak lopen het eiland op. Volgende bladzijde. Wat gebeurt er? Ze worden bestookt met speren. Bas trilt op zijn benen. Kraak verschuilt zich achter zijn klep. Of nee, pakken liggen. Volgende bladzijde. Dan komen er 3 donkere beren tussen de palmbomen vandaan. Oeh, donkere beren. Racisme. Nou, wat staan jullie daar te staan? Hé, hey, zeg eens wat. Oom Bob vertelt wie ze zijn en dat ze de schat van kapitein Eénoog komen zoeken. O jee, Eénoog, wauw. Oh, Eénoog. Spreek die naam niet uit, dan worden de geesten boos. Wacht, ik heb een idee. Schenk de geesten 5 kokosnoten, dan zijn ze weer tevreden. Maar schiet op dan. Ik hoor al vreemde geluiden. Help Bas met kokosnoten vangen. Je muis is de richting aangever. Doe je best. Vang die noten. Vang die noten. Oh jee. Oh jee. Oh jee. Zo, goed gedaan. Nadat de kokosnoten aan de geesten zijn geschonken, worden Bas, Bob en Kraak uitgenodigd in het dorp van de berenbotjes. Vrolijk fluitend wandelen ze over het bergpad naar het dorp. Af, volgende bladzijde. Met geluidssignalen wordt de komst van de beren aan de andere berenbotjes doorgegeven. De trommels klinken door het oerwoud. Volgende bladzijde. Na een fikse klim is het dorp eindelijk bereikt.
opperhoofd stelt zich voor. Volgende bladzijde. Nou, in een feest hebben we altijd zin. Matrozen, zet jullie spullen hier maar neer. Leuk liedje. Leuk man. De volgende dag trekken de drie verder op zoek naar de schat. Wacht, ik wil dat je deze ketting meeneemt. Dit is een amulet die je tegen gevaar zal beschermen. Je zult hem nodig hebben op je zoektocht naar de schat. Veel succes. Volgende bladzijde. Maar al snel staan ze voor een probleem. De weg stopt plotseling voor een ravijn. Als Bas de kaart wil pakken om de juiste weg te vinden, krijgt hij de schrik van zijn leven. De kaart is weg. Hoe moet dat nou? Pech gehad! Gelukkig is al Bob niet uit het veld te slaan. Nou, ik wel. Want dit is het einde van deel 3. Doeg!